Zonder vrijheid is er geen ontwikkeling. Onze kinderen moeten dan ook heel goed hun best doen op school, want zonder educatie is er ook geen ontwikkeling. Dit zijn enkele van de boodschappen die gisteravond gebracht zijn tijdens de herdenking van 256 jaar ondertekening van de vrede tussen de Sama-Kastam en de koloniale overheid. De activiteit is gehouden op het traditioneel 10 Oktoberplein aan de Johan Adolf Pengelstraat. Minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling hield zijn gehoor voor dat hij blij is dat er een lezing als eerbetoon gekoppeld is aan deze herdenking en niet gewoon een feestje. Het feestvieren was namelijk een manier om de slaven de strijd en opoffering te laten vergeten, benadrukt Diekan. Stel je voor dat ik een rukje naar een echte buitensporig geweld uit een samenleving tik je abrasé. Praat je naar je familie, foltering, vernedering. Chari kompoti onder katibo, onder mens, onerende omstandigheden. En toch drapen, ik ben op aan moed, aan durf. Baka Allah de san dat ik bij jou de zeker, dat ik, if I make one mistake, dat ik, dat ik kies je baka. Nou, wat als je haar je pretty info? Voor als je haar je pretty info? Dat de man zorgt dat baka dat hij je feesten, make you forget apis dat hij. De inleidster van de lezing met als thema Ode aan Mapanza voor haar rol ten tijde van de vredestraktaten was Fideli Grand Galong. Volgens haar was Mapanza een van de eerste genderbewuste vrouwen in Suriname. Zij was de jongere zus van een van de heren die het 10 oktober vredesakkoord heeft getekend. Mapanza heeft evenals haar broer een bos rijst in haar haar weten te smokkelen naar haar woonplaats. Abeya nya dambi di wifeng a chayengwe samateke ata jaja papa adu eteke eke uma. En sami leli adu na wanbe aini Ghana. Wanfuden clan fu Ghana na adu. Dus da adu kona sana en dea fiense efi nya teke benen. En teke no wecha benen ete. Dus ala den travesti de. Dus de den ju funjuka. Ala den kastiu fu sama kana wan. U zag dus Fidelia Grand Galong, inleidster op de lezing Ode aan Mapanza voor haar rol ten tijde van de vredestraktaten. Deze lezing is gehouden in verband met 256 jaar ondertekening van de vrede tussen Samaka en de koloniale overheid.